Namens Stage Entertainment en Global Pictures, van harte welkom hier in de Datrix bij Moulin Rouge The Musical. Moulin Rouge is een beleving. Het is niet een stuk wat je ziet en naar luistert. De theaterzaal is een verlengstuk van het verhaal en het is onderdeel van de gehele beleving. Moulin Rouge moet je voelen. Het is een extravagante voorstelling in een waanzinnig overweldigend decor met 70 bekende Engelstalige hitsongs en een prachtig romantisch liefdesverhaal. Het is iets unieks wat je gewoon niet wil missen. Ja. Moulin Rouge voor mij is de totale beleving. En ik vind het persoonlijk oprecht iets wat niet zoveel voorkomt in de Nederlandse theater, maar in de Nederlandse musical. Het is zo'n spektakel. Het is zoveel en zo overweldigend en het decor is prachtig, de kostuums zijn prachtig, de liedjes. Ja, we zingen iets met, wat is het, 80, 90 verschillende popsongs komen ervoor. Je kent ze ook allemaal, dat durf ik echt eerlijk te zeggen, dat je kent elk liedje wat in deze show voorkomt. Dus het is, Moulin Rouge is voor mij totaal plaatje. Het is echt de gehele beleving. Ja, dat is gewoon iets waar je bij geweest moet zijn. Nou, de Moulin Rouge voor mij is een zeer spectaculaire musical waarin ik een prachtige rol mag spelen. Dus dat maakt mij heel blij. En het is ook een ontroerend verhaal. Dus het heeft twee kanten. Het heeft een heel mooi en klein kwetsbaar liefdesverhaal in een enorme wereld met spectaculaire dansen en licht en kostuums en decorwissels. Dus die balans is heel bijzonder. De Moulin Rouge is een extravagante nachtclub. Het is gewoon een beleving. Maar ik ga het gewoon vertellen. De eerste keer dat ik hier die zaal binnenkwam, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Het is helemaal omgetoverd. En dan zitten we nu in de tech, weet je wel. De repetities en dan al die dansers en die kostuums. Moulin Rouge is meer dan een musical. En ik denk wel eens, als je ooit een musical hebt gezien, denk nog een keer, want je weet niet wat je straks gaat zien. Dat is het gewoon. Zie je hoe enthousiast ik ben? Moulin Rouge, als in de musical, is voor mij echt een droom die uitkomt dat ik daarin mag staan. Van het begin af aan dat ik de show zag, was ik echt betoverd door alles wat er gebeurt. Het is zo'n spektakel en tegelijkertijd zo diepgaand in het verhaal. En het is zo uitdagend op alle disciplines. Ik denk dat er geen show is waarin de dans onder andere zo erg leidend is.
in de vertelling van het verhaal. En vooral mijn rol is niet alleen super uitdagend op het dansgebied, maar ook op zang en spel. En ze heeft veel meer diepgang dan in de film. Dus het, ja, het is waanzinnig om daarmee te kunnen spelen. Christian is een dichter uit Amerika, een componist uit Amerika. Die komt naar Parijs met een droom en een doel. En daar krijgt hij de kans om een stuk te schrijven voor de Moulin Rouge. En ja, dat is een droom die voor hem uitkomt. En dat is eigenlijk wie Christian is. En in de Moulin Rouge komt hij Satine tegen en raakt hij op slag verliefd. Satine is een hele sterke, maar ook een hele gevoelige vrouw. En zij draagt best wel zware last, want zij draagt de show. En heel veel staat en valt ook met de keuzes die zij maakt binnen dit stuk. Daar hangt voor heel veel mensen wat van af. En dat vind ik heel leuk om te mogen doen. Om die lijn te mogen spelen, om zoveel fantastische nummers te mogen zingen. En ook daadwerkelijk, ook, je speelt een soort van ster van de Moulin Rouge, maar op dat moment voel je ook echt zo. Dus dat is heel leuk. En om daarna dan de boog te mogen maken naar de wat intensere stukken en de heftige keuzes waar daar staat. Dus heel interessant en heel leuk om te maken. Amini is de leading danseres van Moulin Rouge. En zij is steeds ook de understudy van Satine. En zij is ook gebaseerd op een echt personage uit de Moulin Rouge van Parijs. Namelijk Mini Legs in the Air. Dan had ze zo'n truc dat ze de been zo onder de arm deed. En dan deed ze met een lichtmagister heel hard mee shaken. Dat doe ik niet. Maar er zijn wel heel veel andere momenten waar mijn been in en op de lucht in gaat. Dus, maar ja, en zij is, ik vergelijk haar een beetje met een vulkaan. Ze is heel erg gegrond en heeft alles onder controle en heeft overal ogen. Maar ze is ontzettend vurig en passievol. En dat komt op een gegeven moment, dat bouwt zich op en dan heeft dat soms een uitspatting. En dan voor onder andere met haar secret lover Santiago. Maar ze is zo feisty en een doorzetter en zo passievol. En dat is zo heerlijk om mee te spelen en uitdagend dus op alle drie de disciplines. Howard Sittler is de eigenaar van de Moulin Rouge en daarin probeert hij zijn wereldsvat te besturen en eigenlijk probeert hij te overleven in best een harde wereld. Nou ja, dus het is eigenlijk André, Dacor, Benichi, de hertog van Mondrot. Dat ben ik. En heel veel mensen die vragen me wel eens, oh je bent de bad guy, je bent de bad guy. Maar zo speel ik hem dus niet. En dat maakt het ook heel super interessant. De Duke is een. Die heeft gewoon heel veel geld. De Moulin Rouge, het gaat niet goed met de club. En Zietler, Carlo Bossart, die vraagt aan de Duke of hij komt helpen. Maar ik heb wel één voorwaarde: ik wil de club en ik wil zijn team. La, want your bad romance. Roma, Roma maga, ga, ooh la la, want your bad romance.